Ik ben voor opvang van asielzoekers en dat zeker de mensen die het echt hard nodig hebben. Maar de manier waarop het gegaan is, dat is hetgeen wat mij juist aanstoot. En dat is hetgeen wat mij pijn doet. De komst van 80 asielzoekers naar Hotel Fletcher in Heiloo heeft grote gevolgen voor Erwin en Sanne uit Alkmaar. Ze zouden hun bruiloft namelijk groots vieren in het hotel en er waren zelfs al 30 kamers geboekt. Via de media moesten ze vernemen dat het feest niet meer doorgaat. Donderdagavond hebben we nog een rondleiding gehad waarbij we de details voor de aankleding en voor het feest hebben bekeken. En vrijdag was het van de baan, dus er zat één nachtje tussen. Daarna natuurlijk boosheid, maar voornamelijk verbazing dat we dit van tevoren niet gehoord hebben. En het moet wel bekend zijn geweest, dat kan niet anders. De asielzoekers komen uit de crisisnoodopvang in Purmerend en blijven een half jaar in Heiloo. San en Edwin moeten nu snel op zoek naar een nieuwe locatie. Hulp daarbij van Hotel Fletcher heeft het bruidspaar niet gehad. Ja, dat vind ik slecht. Kijk, dan zou het altijd nog aan ons kunnen liggen om ja of nee te zeggen erop. Maar ik had sowieso op zijn minst verwacht dat zij met een alternatief zouden komen. En dat is ook niet geboden. En nu hebben wij het voordeel dat we over 3,5 maand gaan trouwen. Maar je zou maar een koppel wezen wat over een paar weken zou trouwen. En dan heb je toch een groter probleem. Fletcher Hotels wil niet reageren op camera, maar de directeur laat wel weten dat zij het verzoek om het hotel beschikbaar te stellen voor asielzoekers op heel korte termijn kregen. Er is donderdag op stel en sprong een beslissing genomen om vluchtelingen op te vangen. Daar was namelijk een grote behoefte aan. De gemeente is er op vrijdag mee akkoord gegaan en daarna hebben wij personeel en gasten ingelicht. Waar mogelijk gaat onze trouwlocatie met dit bruidspaar in gesprek over alternatieven. Jullie geven de moed niet op, hè? Nee, zeker niet. Dat doen we zeker niet. En we gaan er met man en macht aan werken om wat moois te vinden. En wat er gebeurt, het wordt onze dag. En het wordt een mooie dag. Er wordt getrouwd, sowieso. Dat sowieso.